Nou, de run zit erop, de lange test. Eigenlijk heeft die iets te lang geduurd, naar mijn zin 2 uur en 50 minuten of zo. Iets meer dan een half marathon, dus heel veel stilgestaan. Testen met de zooltjes. En ik zal ze even laten zien, dus kom maar mee, laat ik zien precies wat ik gedaan heb. En ook nog andere schoenen zelfs. Ik zal eerst even deze schoen uitdoen. Nu zit hier de Noëne zool in. En zou ik een schot voor de boeg maken? Nee, ik denk het niet. Ik wil eerst even de test laten zien. Oh, sorry. Ze dampen een beetje. Ik heb natuurlijk best wel lang gelopen. Lange test. Wat erin zit is dus mijn standaard Essex zool. Dat is gewoon mijn Essex Keanu zool. Eigenlijk de duurste Essex schoen die er is. En Essex is natuurlijk een van de grootste merken. Misschien wel het grootste merk. Samen met Mizuno en Brooks en Nike en Adidas. Dus niet zozeer. Ja, trouwens wel een beetje voorkeur voor Essex. Maar daar gaat het even niet om. Kijk, nu heb ik de Noëne zool meegelopen. En wat het is alleen maar dit. Dus dat is de eerste zool. Maar wat ik dus gedaan heb, ik heb... Laat de tas maar even uitpakken. Ik heb gewoon meerdere zolen, dus ik heb ze gewoon verwisseld onderweg. Ik heb ook af en toe hetzelfde rondje gelopen, gewoon om het verschil te gaan merken. Want ja, dat is in mijn ogen de beste test. Dus ik pak even mijn tas erbij, moment. Nou, het leuke is ook dat deze test dus niet door mij alleen is gedaan. Met z'n tweeën zijn we geweest. En daarom verschillende schoenen, andere zijn trouwens ook Essex schoenen. Verschillende zolen, maar dit gaat vooral over de complete test. Ik zal even laten zien, ik laat eerst zien welke ik allemaal mee heb genomen, of welke wij allemaal hebben meegenomen. Heel veel verschillende zooltjes, zie je wel. Nou, misschien ken je ze wel, allerlei schokdempingzooltjes met allerlei materialen. Dus die, hier, aparte inlegzooltjes, meisol, hier nog een zooltje. Andere meisel. Deze zelfs, helemaal met carbon erin. Dat is echt wel redelijk extreem. Drukpunt voor de hak. En ik zal in de blog alle technische details geven over de verschillende zooltjes. Maar het leek me goed om ze nu even gewoon te laten zien aan je. Dus je ziet het. Heel veel verschillende. Hier nog een zooltje. Wat ik ook heb gedaan, ik heb dus tijdens die run... zooltjes gewoon verwisseld, wij hebben die gewoon verwisseld, gelopen, weer verwisseld, weer hetzelfde rondje gelopen, of gewoon doorgelopen en dan het verschil voelen, en dan niet één keer, maar gewoon continu. Dus daarom heb ik zeg maar zo heel lang over die ruime halve marathon gedaan, want ik heb eigenlijk bijna een marathontijd gedaan over een halve marathon, maar ja, dat mag je pret niet drukken. Ik heb ook nog eventjes deze, ja, een beetje... barefoot running shoes erbij gepakt om ook dat gevoel te hebben. Vibram, en ja, we hebben ook even met blote voeten gelopen. Dus dat is eigenlijk onze test geweest. Nou, het rondje wat we hebben gelopen, ik zal even de Strava erbij pakken. Even kijken hoe ik dat moet doen. Wil ik even laten zien. Kijk, dit is de hele route van, even kijken, oh, bewegingstijd 2 uur en 8 minuten, ja, dus nog, ja, daar hebben we toch bijna een uur stilgestaan. Nee, niet bijna een uur, echt bijna 3 kwartier. 23,2 kilometer, natuurlijk veel te langzaam, je ziet hier ook de verschillende tempo's, want we hebben ook qua tempo verschillende, alhoewel, ja, in Strava is het er trouwens nog wel mee. Als we hard hebben gelopen, dan was het nog wel redelijk constant. We hebben af en toe ook wel rustig gelopen. Maar je ziet het hier, we hebben hier bijvoorbeeld een aantal keer hetzelfde rondje gelopen. En gewoon om te voelen van, hey, hoe is de zool op de verschillende ondergronden. Ook gewoon hierheen en teruglopen. Dus het rondje was op zich helemaal niet spannend. Onverhard en verhard overigens. Dus alle zooltjes verhard en onverhard gelopen. Dus dat was een beetje de test. Nou, wat mij goed bevalt, zijn eigenlijk gewoon... hoe moet ik dat zeggen? Laat ik zeggen wat me niet bevalt. Wat me echt, echt, echt...